Trainer René Haken, morgen de wedstrijd tegen Top Os. Hoe is de afgelopen week verwerkt? Nou, de afgelopen week verwerkt, hoe is de wedstrijd verwerkt. Verwerken is proberen om toch zo snel mogelijk de blik weer te hebben op de volgende. En dat is natuurlijk niet makkelijk gezien de manier zoals de laatste fase van de wedstrijd verliep in nadeel van ons. En toch moeten we proberen om positief te blijven en om daar de zaken te keren. Ja, want volgens mij heb je twee mogelijkheden. Of je zegt van we trainen nog harder, of je zegt van we kijken inderdaad positief en we gaan er weer met frisse moed tegenaan. Ja, ik denk niet dat het helpt als ik een hele week met een zagrijnige kop en alleen maar op te mopperen hier op de club ga lopen. Dat gaat niet bijdragen, tenminste dat vind ik. En daarnaast moet je gewoon goed en hard blijven trainen, maar daarna moet het ook een positieve wending krijgen met goede positieve energie en ook een goede sfeer. Ja, en nou hebben we allemaal ongetwijfeld de berichten gelezen. Hè? Er is wat gemopper van de tribune. Kun je dat begrijpen? Nee, dat begrijp ik hartstikke goed. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook wel blij mee ben. Want dat betekent ook, en dat zie je ook bij thuiswedstrijden, er zijn heel veel mensen die om deze club geven. En dat toont de betrokkenheid vanaf die kant. En daarom benoem ik dat ook regelmatig. Die mensen die zijn zo betrokken bij de club, waardoor dit dus naar voren komt. En ik vind dat je daar alleen maar blij mee moet zijn. Alleen ja, wij moeten die mensen wat teruggeven. Nou, en dat lukt niet al te best de laatste weken. Maar onze taak om dat wel weer te gaan omdraaien, om op die manier wel weer de mensen een beter gevoel te geven. Kijk, het gaat niet van vandaag op morgen, maar het zal wel moeten gebeuren. Kijk, meerdere ploegen worden geconfronteerd met een matige serie, maar die komen er ook uit. Dus wij moeten vertrouwen houden om deze serie ook om te draaien naar iets positiefs. En nogmaals, dat kan niet als ik en ook de spelers alleen maar lopen te zagrijnen. Ja, en nou heb je ook wel vaker gezegd van het is ook niet de wil dat de spelers niet willen, maar dat de uitvoering soms niet goed is. Heb je ook dingen anders gedaan deze week? Nou ja, je kijkt altijd van twee dingen goed scheiden, vind ik. De wil in de zin van om dingen te doen, die is er zeker. Maar er moet er nog een tandje bij. Want iedere keer een stap te laat komen, daar ga je het niet mee oplossen. Dus het gaat er eigenlijk om op tijd te komen, om wel in duel te komen, wel die bal te veroveren. En op die manier ook dan van daaruit te kunnen voetballen met goede energie. En daarin laten wij te veel steken vallen. En daar train je op, daar ben je mee bezig. En dat zal uiteindelijk een keer moeten gaan veranderen in wedstrijden. Waardoor er wel het resultaat oplevert. Maar ook kijken van wat heeft de wedstrijd nodig. Kijk, alle thuiswedstrijden na de winter komen wel een voorsprong. Alleen er sluipt iets in de ploeg van misschien wel twijfel. Van spelers die elkaar misschien op een verkeerde manier coachen. Benaderen in plaats van vooruit te dekken. Misschien terug te roepen. Nou, dat luistert heel nauw en op het moment dat er niet goed uitziet, ja, dan geef je de tegenstander gewoon de kans om daarvan van te profiteren. En dat laten wij te veel toe. Ja. Toch is het gat overbrugbaar en laten we het dan morgen maar beginnen om dat om te draaien. Ja, nou ja, morgen is wel weer de eerstvolgende kans om het inderdaad te veranderen, om in ieder geval een start mee te maken. Nou ja, en nogmaals, ja, wij denken dat wij daar met allerlei verschillende dingen deze week de spelers goed hebben op kunnen voorbereiden. Nou, en dan is het morgen aan de uitvoering om daar ook kracht bij te zetten. Ja, toch is Os ook wel een raar ploegje, hè? Ja, nee, Os is een ploeg die lastig te bespelen is. Hè? Maar dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle ploegen. En daarin zullen wij de goede dingen moeten doen morgen om die krachten niet te laten uitkomen. Want ja, nogmaals, wij willen wat rechtzetten. En dat betekent dat je zelf bovenliggend moet worden in de wedstrijd. En op die manier de wedstrijd naar je toe trekken. Dan tot slot, de ziekenboeg, daar komen ook weer wat jongens van terug, hè? Ja, gelukkig wel. Helaas, Kevin Schnieder moet afhaken met een gebroken teen. Dus dat is wel jammer. Maar aan de andere kant, we hebben dan weer Kevin Jansen terug. Hopelijk kan met Joost Eenvoorde weer een rol spelen in de ploeg. Nigel Roberta heeft deze week weer grote delen van groepstrainingen mee kunnen doen. Dus de reactie op zijn knie is goed. In de zin van dat hij weinig of in ieder geval geen meer pijn voelt als daarvoor.
Dus ja, dat zijn wel dingen die we dan wel weer positief mee kunnen nemen en die ons ook weer deel kunnen laten uitmaken van de groep. Succes morgen. Thanks. Bedankt. Okay. Ja, bedankt. Oké, jongen.